Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren. Ram gelijk ook even op die abonneerknop. Dit vogelen we zo meteen wel uit. Wat een gedoe, jongens. En dan hoor ik jullie ook denken, is dit misschien niet een beetje te veel van het goede? Absoluut niet. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je met 1 euro veel betere kerstfoto's kan maken. Let's go! Kijk, het is hartstikke leuk natuurlijk dat je tijdens de kerstdagen heel veel moeite doet om er goed uit te zien. Maar ja, zoals het altijd gaat in Nederland, heb je zoveel je best gedaan. Binnen een seconde weer verpest. Gadverdamme. Ik ben onderweg naar Amsterdam om te fotograferen tijdens de Luxury Fair, de VIP Night, vandaar mijn black tie. En als het goed is, alle mannen die daar komen, die zijn dus ook in black tie en de dames in een gala jurk. Het ziet er allemaal wel heel fancy uit en of dat nou daar is of bij jou thuis, iedereen ziet er vaak wat anders uit dan door de weeks. Iedereen heeft een kerstboom of lampjes opgehangen en dan is er vaak heel veel sfeer. En op het moment dat het wat donkerder is, is bijna altijd iedereen geneigd om een flits te gebruiken. En daarmee flits je eigenlijk vaak de sfeer weg. Persoonlijk hou ik helemaal niet van flitslicht en doe ik alles veel liever met bestaand licht. Maar je kan op een hele simpele manier de sfeer die er is ook nog eens een keer versterken of misschien zelfs wel een beetje naar je hand zetten op deze makkelijke manier. Zo, alle files weer gehad. We zijn inmiddels op de Luxury Fair. Ik ga zo van start, dus ik ga jullie heel snel uitleggen wat er nou precies voor 1 euro te doen is. Ik laat jullie even zien waarmee ik ga fotograferen. Ik heb een Canon 5D Mark IV en nu toevallig gaan even een 85mm 1.4 op zitten. Dat is de allernieuwste. Er zit een stabilizer op. En dat zorgt natuurlijk voor het moment dat ik iets met langzamere sluitertijden ga werken, dat het beeld alsnog stabiel blijft. Ik had voorheen de 1.2, die was heel oud en ook heel sloom qua motor. Dat is nu verbeterd en ik heb een nieuwe camerastrap. Misschien kennen jullie het tv-programma Het Perfecte Plaatje. Helemaal gepersonaliseerd. En het grappige is, hij is gemaakt van een autoriem. Dus super sterk. Ik ben heel benieuwd of jullie het konden raden. Wat kost nou 1 euro en waarmee kan je je foto's verbeteren? Het ziet er niet uit. Het zijn LED-lampjes bij de Action, of bij de Axion, als we toch chic willen zeggen op de Luxury Fair. 2 AA-batterijen erin en je kan hem helemaal uit elkaar halen. En het leuke is, als je die helemaal voor de lens houdt, nou, nu zien jullie het al, krijg je mooie onscherptes. En op het moment dat je dus aan het fotograferen bent, zorg dat je je instellingen goed hebt staan. En daarna kan je het best nog even je zonnekap eraf halen. Hoe dichter je bij de lens houdt, hoe ronder de flare wordt en hoe mooi die onscherptes worden. Dan kan je gewoon mee variëren, boven, onder, heel veel of weinig. Daardoor krijg je nog meer een beetje dat glamour gevoel, wat natuurlijk helemaal aansluit bij zo'n locatie als dit. En als je dat thuis wilt doen met een kerstboom of iets anders, hou gewoon een lampje zo voor de lens. Maakt niet uit waar en ga gewoon lekker variëren. Maar op deze manier kan je heel goedkoop hele leuke effecten maken bij je kerstfoto's. Oké, aan de gang. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat je wat aan de tip hebt gehad. Denk nou niet dat het alleen met een duurdere camera kan. Het kan ongetwijfeld ook gewoon met een pocketcamera en denk ook zelfs gewoon met je iPhone. Je kan ook je iPhone lampje gebruiken en die bij de rand van de lens houden om ook een beetje een flare effect te krijgen. Let alleen wel op dat de kleurtemperatuur van je iPhone lampje is veel koeler. En wat we net hebben gebruikt was natuurlijk vele malen warmer en dat zorgt wel voor iets meer sfeer. Als je het leuk vond, druk dan even die blauwe duim omhoog. Alvast hele fijne feestdagen en ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei! We'll be right back.